Vroeger moet dat hier de zaal geweest hebben waar de grote feesten plaats hadden van het kasteel. Je kunt dat ook nog zien aan die kleine doorgangen boven, waar waarschijnlijk wachters gezeten hebben of muziek, mensen die muziek speelden of het huispersoneel is kwamen kijken wat hier gaande was. Maar natuurlijk in de jaren na de Wereldoorlog is dat sterk veranderd geworden. Omdat Jules Timmans heel het kasteel opknapte, heeft hij er ook gebruik van gemaakt om deze helemaal te veranderen. Hij hield van neostijlen en dat kun je hier heel duidelijk zien. We staan hier op de binnenkoer van het kasteel van Turnhout. Het kasteel van Turnhout is het kasteel van de hertogen van Brabant. In de 14e eeuw woonde hier Maria van Brabant. Maria van Brabant kennen we doordat zij de stichteres is van de priorij van Kosendonk. Later kwam hier weer een andere belangrijke dame wonen en dat was Maria van Hongarije. Haar kennen we omdat ze de zuster van keizer Karel is. En de derde dame is Amalia van Solms. Nadien werd dus het kasteel ingenomen door de Fransen. De Franse revolutie had hier plaats. Er werd dus mensen gevangen genomen, recht gesproken en later is het warempel een gerechtshof geworden. We staan hier op het Twee Torentjesplein. Vroeger waren hier de fabrieken van Brepels. Brepels is in Turnhout gekomen met de boerenkrijg, met zijn baas meegekomen, Corbeels. En Brepels was de drukker van kerkboeken gekleurd en gemarmerd papier, speelkaarten. Nadien zijn er meerdere families gekomen in Turnhout die hetzelfde maakten, maar dat is allemaal maar blijven duren tot na de Tweede Wereldoorlog. Eindelijk gingen ze dan fusioneren. En daar is dan Cartamundi uit ontstaan, de grote wereldleider of een van de wereldleiders in speelkaarten. Nu is dat een gezellig pleintje dat opgenomen is in het bloemengangetje achter mij. En een zeer mooi pleintje om hier terrasjes te zetten om op zonnige avonden te genieten van een lekker pintje bier. De Begijnen, dat waren vrouwen die om godsdienstige reden samenleefden, maar eigenlijk toch geen non wilden worden. Want zij legden maar de gelofte af van gehoorzaamheid en kuisheid. Dus van armoede, die gelofte legden ze niet af. Op die manier konden ze eigenlijk al wat in de Begijnhof gestoken werd, terug naar de familie gaan. Anders dan bij zusters of nonnen. Ze gingen soms bier halen in de stad. En met z'n tweeën trokken ze dan hier in de Begijnenstraat naar een biersteker en kwamen daar klein bier kopen. Daar stonden ze op een keer klein bier te kopen en ze wachten. En er was een wardin, goed aangeschoten, en die vroeg aan de Begijntjes: wat komen jullie hier eigenlijk doen? Oh, wij komen bier kopen. Ja, maar waarom hebben jullie bier nodig? Dat gebruiken wij om koper te poetsen. De bewaardin die ging naar de biersteker en die zegde: weet je wat je doet? Geef die dametjes eens grote bier. Dat wil zeggen strafbier. En zo gezegd, zo gedaan. En zij zou het verschil betalen. En ze zegde tegen de anderen: we zullen nu eens gaan kijken, de volgende dagen, of ze werkelijk klein bier gebruiken om koper te poetsen. Zij kregen dus groot bier mee. En de dorpelingen, de stedelingen kwamen kijken hier en zagen dat het niet was om koper te poetsen, maar dat ze werkelijk van het bier dronken en goed aangeschoten waren. Ruim 50 jaar geleden vestigde de Philipskerk in Turnhout. En om dat te vieren kreeg de stad het monumentje achter mij. Het heet Turn on the Light van kunstenaar Marsboom, een Nederlander. Wat het samenwerkingsverband gaat tussen Philips en de stad, dat is de eerste in Vlaanderen. De stad heeft Philips uitgenodigd en Philips verbindt zich toe
om de stad en de gebouwen te verlichten. En dat gebeurt met de laatste moderne verlichting. Zo worden niet alleen de gebouwen verlicht, maar ook de straten. En wel op een zeer speciale manier. Daar waar auto's rijden, worden de straten verlicht. Daar waar voetgangers zijn, de voetgangers. Zonder de slaapgelegenheden te storen van de omwonenden. Kijkers, ik heb u nu verschillende mooie hoekjes van Turnhout laten zien. Maar nu heb ik ook nog een vraag voor jullie. Welke drie bekende vrouwen hebben hier in het kasteel gewoond? Kent u het juiste antwoord? Dan kan u dat tot en met vrijdag 16 juni mailen naar toerisme@turnhout.be. Met uw deelname maakt u kans op tickets voor de Turnhoutse zomerwandelingen of VIP-tickets voor de Turnhoutse vrijdagen. De winnaars worden voor 30 juni per e-mail verwittigd.